Hola, ¿estás disfrutando de tus vacaciones en España? Een vakantie vol strand, zee en zon. Tenminste, dat is wat je verwacht wanneer je naar Spanje op vakantie gaat. Maar Ed en Penis is het opgevallen dat wanneer het weer in Nederland goed lijkt te zijn, het vaak tegelijkertijd in Spanje slecht is. En vice versa. Is dat toeval of is het een weerfenomeen? Meteoroloog Wilfred Jansen legt het je uit. Nou, gemiddeld genomen door het jaar heen zien we een hoge drukgebied boven de Azoren liggen. En als we dan wat verder uitzoomen, dan houden de lage drukgebieden zich juist op boven de noordelijke Atlantische Oceaan. Daartussenin staat een westelijke stroming, daarmee komen storingen onze kant op. En via de Britse eilanden brengt dat ons dus gemiddeld genomen door het jaar heen wisselvallig weer. De storingen kunnen dus door het Azoren hoge drukgebied niet zo makkelijk Spanje, maar ook het Middellandse Zeegebied bereiken. Dus daar zien we wat vaker mooi weer. Maar soms is het andersom. Hoe zit dat dan? Ja, Laura, inderdaad, het kan zeker anders. Want het hoge drukgebied kan bijvoorbeeld vanaf de Azoren via de Britse eilanden naar het zuiden van Scandinavië trekken. Dan worden de lage drukgebieden gedwongen om zuidlangs te passeren. Bij ons in de omgeving is het door het hoge drukgebied mooi weer. Maar die lage drukgebieden zorgen dan in de regio rond de Middellandse Zee, dus ook in Spanje, voor veel bewolking, buien, dus in de regel slecht weer. Nou, dit soort situaties zien we dus meerdere keren per jaar, met name in het zomerhalfjaar. Dus inderdaad, er zit zeker een kern van waarheid in dat het wanneer het in Nederland mooi weer is, het in Spanje vaak slecht weer is en andersom. Nou Ed, je hoort het. Het is dus geen toeval. Maar niets is zo veranderlijk als het weer, dus het gaat niet altijd op. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl. En wie weet wordt die beantwoord in onze volgende video. Adios!